Dan zou dit weekend, als je kon online komen, nou, dat heeft niet gedaan. Had ik ook niet verwacht eigenlijk. Ik heb zoiets van, ik wacht wel over 10 dagen is het zover. Met je niet inlogt. Ja, als je inlogt, ja, dan kan je hem ook wel omzetten. Zo heb je vote, vote gedaan. Nee, als de guild... Nee, als de 10 dagen niet online, dan, ja, dan flipt die over, zeg maar. Oh, oké. Okay. En dat is op één voor officers. Nou ja, dat zijn Kloek, jij en ik. Joep. Dus. Onze komende guildleader is nu online. Huh? Weet daarin. Ja. Die weet het zelf nog niet, weet je. Poeltje, hè? En er kan nog eentje tussen zitten, maar degene die het is. Nou, het zal waarschijnlijk Roel worden, aangezien dat de D is. Dat is de eerste letter. Hoe gaan we het doen, mensen? Ja, denk je dat hij het zo doet? Ja. Volgens mij pakt hij gewoon de eerste die inlogt. Oh, dat zou kunnen. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Puggen we, of wat gaan we doen? Wat ben ik heel lelijk. Ja, nee. Broccoli mee. We hebben toch ook nog een broccoli in de guildchat zitten. Ah ja. Ja, maar daar staat een schrijffout in. Ja, ik weet het, het is broccoli normaal. Ja, ja. Dat heb je wel eens, hè. Nou ja, dan heet hij broccoli. Nou, zo wat. Ik heb anders slechte ervaring met snipers. Die blijven altijd overal in staan, weet je. Althans, de vorige. Overal in staan. Oh. Ja, maar daar zijn we vanaf. Wij komen wel van die snipers af die niet bewegen. Ik wilde niet generaliseren. Nee, natuurlijk wel. Dat is mijn main sniper, hè. Dat doen we met Mara's en Murks toch ook. Ja, Murks ook, kan ik net zeggen. Nee, ik dodge toch alles. Ik eigenlijk op de fleet als ik fleet tankard vessel in druk. Ja, dat is wel vaker. Dat is vaag. Ik moet zeggen, ik loop al 5 minuten op een fleet rond voordat ik dat door heb. Maar vertel me eens, wat is het plan? SFV, hard mode. De harde modus. Waarom gaan jullie die kant op? Ja, ik zal binnen, ik weet niet of die jullie is. Staat hij al op hardmode dan? Hallo. Ja. Oh, goed bezig. Nu heb ik me zo hard mijn hoofd gestoten dat ik dat nog wel weet, toch? Ja, of dat nu eindelijk doet op tijd. Ja. Dat verstand is de goede plaats ook geschoten is. Ik weet nog niet of ik dadelijk vooruit red voor alles op en alles cool. Ik weet het nog niet. Hè. Och, hey. Het is kijk cool. Jop. Je moet er niks mee doen, hè? Rijk cool. Nee, ik zag wat exploderen voor me toen ik inlogde. Splat! Ik denk dat ik gedodged heb. Heb ik aan 2 personal environmental shields genoeg? Pas niet. ik ja, je kunt er toch maar intrekken. Ja, wat ik wou net zeggen, maar jij vliegt er nog wel eens uit, hè? Nee, wat denk ik? Als jij de eerste gehad hebt, meteen als eerste, dan kun je hem nog een keer trekken. Als je derde bent dan of zo. Ja, zoals aan het eind, zeg maar, als we die laatste burn fase hebben, dan heb ik vaak genoeg dat ik hem nog een keer kan poelen. Dan heb je een 2 genoeg. Had hij ook de opspakjes gezien trouwens nog? Ja, meneer Robert heeft er volgens mij wel ooit eens een keer gezien, ja, maar... Misschien is het daar wel gestopt. Nou, daar hebben ze toch mee. Daar kon hij zich niet meer mee vereenzelvigen. Haha. Nou, ik blijf het jammer vinden. Ja, dat is afgelopen... Dat is een keuze die hij zelf maakt. Nou, het hele afgelopen jaar vind ik gewoon jammer. Nou ja, het was te verwachten, hè. Het is verschillende leeftijd. Ja, maar goed, dat is bij anderen ook zo. Het is heel lang gegaan, hè. Ik ben even oud als Robert. Het is heel lang heel goed gegaan zelfs. Ik kan wel zeggen, zonder Robert had ik al lang niet meer in de guild gezeten, denk ik. Ja, hij zal het nou wel even een beetje moeilijk hebben. We ja, get invite for the mission. Persoonlijk plak en natuurlijk ook behoorlijk moeilijk. Je moet er even zelf naartoe reizen, hè? Serieus? Ja, het is hard mode, dat kan je niet veel verder doen. Je hebt nog nooit hard mode gedaan, is het zo?
Waarom, ja. Dat is niet de Balmora, hè? Dat is op de Fleet. Hè? No. Op de Fleet, ja. Fleet en Vanguard en Vessel. Oftewel de Zeos Shadow. Hey Nick, wat voor kleren heb jij aan, man? Geen kleren, dat zie je toch. Ja, vent. Dit is mijn chill outfit. Forces en balance en geen nummertjes en met Ctrl-G. Zal je van den straks wel weer lastig vallen worden? Something broken? Ja, wat nee, als je naar mij kijkt, dan zie je de maan. Hebben jullie bij Ctrl-G nog nummertjes staan bij Lightside en Darkside? Maar zie je daar wel een nummertje staan? Nee, hij is gewoon in balance. Hij is in balance op dit moment. Ja, maar dan zie je, maar in dat driehoekje zie je aan die ster staat allebei 5. Ja, of 0. Nee, 5. Ja. Rode 5 in te staan. Ja, klopt. Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Niet opgelet. En wat opgelet. Oh, dat is een bonus. Ja, dat ook, maar... nooit gezien en ook niet opgelet. Ja, ik pak nog even snel wat te drinken. Ja, doe ik ook. Ja goed, Robert heeft het natuurlijk niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. En zijn bedrijven over de blommen, zijn huis kwijt. Nee, ja, dat hoor je mij ook niet zeggen. Dan dat gezeven met Audrey. Ja, maar ja, laten we wel wezen, dat is wel allemaal, het zijn allemaal dingen wat voorkomen had kunnen worden. En wat hij ook... Het zijn zijn eigen keuzes geweest, hè? Het zijn zijn eigen keuzes geweest en gewoon eigen keuzes die nou, waarvoor ik hem dat sowieso in spel al voor dat soort keuzes al heel vaak dat met zijn huis is gewoon zijn eigen laksigheid geweest. Laksigheid en stoeldoenerij. Nou ja, impulsief gedrag. Mm-hmm. Ja, dat met de ouderen ook, want hoe snel waren die wel niet in één keer verloofd? Precies, maar als hij iets in zijn hoofd heeft, dan moet het ook meteen gebeuren. En 5 minuten later heeft hij er spijt van, maar dan is het al... Te laat. Heeft hij nou alweer een nieuw mannetje, die cheese? Jongen. Hey Broccoli. Mm-hmm. Bij de eerste baas een beetje rustig aan doen, want je hebt er een paar bij die gaan er als een paar waanzinnige damage doen. Ik krijg alleen maar te veel ads, dus niks, geen buffs poppen, geen... Hij heeft geen sniper. Hij is een sniper. Oh ja, maar het is een sniper. Die heb ik geen schipper alleen op ads. Het is trouwens. Hoe heet dat? We hadden het over 20%, maar dat is geen 25%. Ja, dan gaat hij om. Daarom stoppen we op 20. Ja, nee, maar dan is de tweede keer dus geen 60, maar is de tweede keer 50. Ja. En de vorige keer hielden we bij 60 al op. Dat moet volgens mij niet, want dan krijgen we aan het eind te weinig. Ja, we hebben het overleefd de vorige keer, toch? Dat is zo. Maar ja, als het makkelijker kan, waarom niet? Dat klopt. Ik heb de vorige keer mensen zien auto-attacken, dus omdat het te snel ging, ja. Ja, sorry, dat was ik. Nou ja, maakt dat zo'n groot verschil als jij gaat auto-attacken ten opzichte van... Ja, weet ik niet. Ik heb toen die droid toch wel 15% eraf gehaald. Tos blijft me nog bij. Ja, dat was voordat ze dubbel stance bug fixten. Ja, even wisselen. Oh, het hoeft niet meer. Oh, wacht. Je bent hier eerder geweest, of niet? Oh, Broccoli. Ja, Broccoli. Right. Je moet hier dat ding even halen. Ja, ik ken het. En dan volgens. Ja, je mag die van mij ook wel lenen. Die zit al 2 jaar in mijn bag. Ik heb er nog 3. Ik heb er 2 jaar. Er zit geen houdbaarheidsdatum op, dus je kunt ze Ja, die van mij die zijn een beetje stoffig. Mocht je nog een keer willen DPS'en? Ik heb er volgens mij in mijn hele leven nog maar 6 gekocht en ik heb er nog 3, dus... Is iedereen serieus op mijn dingen? Zijn jullie mij nou de gek aan het aansteken? Ik gebruik er elke keer 2. Ik gebruik er ook uit 1. En ik zou er 3 gebruiken, alleen die tweede keer wil niet. Maar dat is ook echt een credit dump voor de DPS hier, die dingen. Je kunt ook makkelijk farmen. Ja, de tanks die krijgen sowieso al veel meer... Wat hebben we nou van de pug bij, man? Pak eens een... Heb je geen Town-Town? Een Town-Town zou kunnen. Ja. Moet ik nog een Town-Town hebben ook? Ah, ja. Abilities, godverdomme. We vergeven het je al dat je geen opspakje hebt.
Zwart om bij de T zoeken zeker. De T van Tantal. Nou ja, ja. Nick wil altijd gewoon dwars zijn. Ja, ja Nick maar, is gewoon dwars. Dan hebben we bij het auto-attack iets om naar te kijken, weet je. Oei, oei. Ik heb wel een pakje nog. Bij de A zit mijn Tantal. Sorry, de verkeerde kleur, hè, Nick. Played Shadow. Oh man, ik hoop echt niet dat ik. Ik heb toch een Downtown? Oh, maar die staat niet per se bij de T, want die. Die van mij staat bij de S. Deze staat bij de S, dus. Ja. Ja. S, bijvoorbeeld. En die van mij staat wel bij de T. Dus ik heb wel een Jeweled Ouroboros, dat is alles. Ik ben de S van Stanton. Stanton. Voor mij is het bij de A van A Downtown. Nee, want ik heb alleen maar de deze. Ja, voor deze keer. Ah, ja, dat is goed genoeg. Ja, ja, lijkt erop. Lijkt er een beetje op. We zien het door de vingers. Staan, stop heel even, wacht. Daar moet je eens naar kijken. Daar zit zo'n reus, hè, op zo'n klein vogeltje. Wat een dierenmishandeling. Het is maar goed dat het niet zo ver lopen is, want dan knikt dat ding door de knieën. Hier over die eerste zandduin. Flomp. Zo grappig zit, als dat dan van afstapt, dan valt hij zo neer. Ja. Ja. Oh, eens even kijken hoe Star Wars draait op een nieuwe CPU. En springen! Daar merk je een hele zak van. Nou, ik ben van een 2600K die op 3,4 draaide naar een 4790 die op 4,4 draait. Ja, maar ik denk dat je daar in deze game niet heel veel verschil in gaat merken. Dat is wat ik mee wil zeggen. Ja. Ja, ja. Als we hier nou met 24 man zou staan, dan misschien wel. Kijk, dat is hetzelfde als dat ik een Ferrari koop en toch maar 120 mag rijden. Ja, deze mag halen met zijn frames, hè? Hij zit nu op 181 frames. Of 30 in een woonwijk, eigenlijk. Dat gaat toch niet meer naar Ferrari? Oh, waar zijn we aan wachten? Daarom zijn woonwijken kut, dan mag je maar 30 frames per second. Zijn mensen tank ziek of zo? Mensen, mijn vrouw komt er een keer thuis, ik weet niet. Hey. Patrick is de main tank, ik volg. Patrick zit hier gewoon op zijn telefoon een spelletje te spelen. Dus. Hier speelt een geile wave eens kijken. Het geeft zal ik dat ding maar aandrukken dan? Als je wil. Oh, ik had graag dat je nog even had gewacht. Maar... Ja, dat ik namelijk full stacks gaat. Dat had ik eerder moeten zeggen. Maar je hebt die DPS helemaal niet nodig, doen, dus... Nee, dat betekent dat je eerder moet stoppen. Ads. Alle range op de ads. Mijn lightsaber is vandaag wel heel erg angry. Ads. En schild. Dan kunnen het sneeuwen. Let's go. Bah. Stop hitting me. Dag broccoli. Eerst de ads killen en dan pas terugkomen. En een schildje poppen. En een schildje poppen natuurlijk. Predation! Yeah. Ja, ik denk zeg het maar, want doe het niet meer. Stuk, stuk. Nee, ik heb het ook niet gedaan, dus... Oh. Hey, en ik neem wat ads mee. Top, hè? Die moet je afkillen, hoor. Die moet je afkillen, ja. Die komen dadelijk wel bij mij, super. Maar hij is er al bijna, dus... dan kan je net zo goed doorlopen. Ads. Whee. Game's goed. Maar goed, hij is
Wat zeg je? Goed dat je vliegt, hè, anders was het ook nu dood geweest. Want, we zitten op doek. Oh. Nog steeds. Ik had niet eens in de gaten, nee, nou niet meer. Ik had niet eens in de gaten. Ik vlieg weer. Ja, maar ik weer op doek. Gaat ze. Het doek ook een keer wat te doen. Nou, heb ik vooral wat te doen. Shit. Ja, weer. En René ook natuurlijk. Doe, je staat gewoon rustig hier. Nog in één keer Mad Dash er vandoor. Vloeks, waarom heb ik geen geluid? Want mijn geluid natuurlijk weer op de verkeerde input staat. Daar ga ik even naar dit gevecht kijken. Ja, maar dan eind weg, joh. Ja, ik kom wel ver, ja. Ja, nu zit ik net op verkeerde. Zo, kruid. Woep, woep. Ed. Kijk, die komt inderdaad precies op 50%. Mm-hmm. Ik vlieg! Ik taunt! Nieuwe ads. Ja, dat stukje verdwaald zijn heeft natuurlijk wel geholpen om zijn aggro kwijt te raken. Ja. Geest daar naartoe, mag je het nog eens proberen. Hé, hey, we hebben hier nog maar één zo'n dingetje, hè? Ik vlieg. Je wets. Schild. Jo, komt er. Go. Mannetje, mag ik het weer? Mo, wat da? En dan heb je juist geen dingen. Eerst die beesten doodmaken hoor, dat scheelt je een hele hoop. Ja, dat scheelt je, dat blijft nog wel even hoor. En gebruik je cooldowns, hè? Twee hier juist troppen ze zijn. En dan gebeurt er dit. Nou mogen de. Hij is dood. Buffs denk ik wel geblaft worden. Ik was zo net te laat bij hem. Dat is niet erg. Ik wacht even tot doek of vol terug is. Voordat ik te weinig op. Schild komt eraan, schild is op. Alles op de baas. Ets. Is dit laag al? Ja. Ja. Yep. Is een burner. Tegen de muur? Ja, wachten tot het schild wegvalt, hè. Hey Tinus, ja, ik ben de eerste keer er al doorheen, maar ik ben even met Star Wars bezig. Het is dinsdagavond, hè. Ik ga dadelijk wel weer verder met mijn tweede playthrough. Want ik moet hem toch 3 keer uitspelen. Dark Side Crow Stronger. Nieuwe ads. De power converter is niet gereset. Hij is toch weg, zet hem maar tegen de muur. Alles op de baas. Au! Wie in 30 seconden heb ik nou? Als het mogelijk is, gebruik je schild. Holy shite!
2%. Nick, als je nou bij ons komt staan, dan sta je in onze EU hier. Ja, maar ik was totaal niet knikken van mijn laatste schoten, hè? En dat was de eerste gaasdoortje. Waar ben je benieuwd naar? Oh, om hem zelf te spelen. Ik denk aan dat je het toch wel een beetje gespeeld hebt vandaag. Oh, maar je hebt deze alles hard mogelijk gedaan, want ik zie geen achievements voorbij komen. Wat wil je dan? Ik denk nog niet dat ik een noobie was. Oh ja. Ik was de eerste die dood was. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, zelfs eerder dan Nick kun je nagaan. Hey. Lang geleden. Ik ben niet gegaan, hè? Nick is net niet. Zeg dat niet hard, hè, Nick. Het is nog steeds geen opsnik. Ik ben nog niet. Ja, daarop. Nog niet. We hebben net de eerste baas gehad. We hebben nog geen trash gehad. Ja, deze trash hier doet behoorlijk pijn. Dus, tenminste, die laatste groep. Ik blijf staat die man nog met een verrekijker naar ons te kijken? Ziet hij ons niet? Wat een slecht ding, zeg. Schelen, Jaap. I'm not touching. Ja, toch schiet hij met tegen. Nee, blijf je. Dus, dat is zo'n ding daar, als je doorheen kijkt en allemaal van die rare vormpjes ziet. Dat is een kaleidoscoop. Ja, zo'n ding, ja. Ja, nee, dat snap ik helemaal uit. Hey, ik weet waar die. Hij zit gewoon te wachten tot Doek over de horizon komt. I'm here! Banzai! Ben ik blij dat ik als healer aan de goede kant sta, want als ik zie hoe jullie daar op die healer vlogen, die medtech. Nou. Medtech! Ah! Heb ik geleerd in PvP. Ja. Iets met med in de naam gewoon meteen afharken. Stimfiend. Sniper. De sniper zichzelf maar killen. Bah. Welke Stimfiend? Ja, die ging behoorlijk terug dood. Nou, wacht ook. Hey, what the hell? What the fuck was dat? Waar de hel was hij op het schieten? Nu zit ik nu dus gewoon in Carnage, hè? En dan moet ik dus straks ook die kutzooi doen in Carnage. Ik weet al meteen waar je het over hebt. Ja, hè? Je kunt er gewoon wisselen. Ja, dat moet kunnen. Ik denk dat hij juist Carnage wil leren voor Styrek. Joep. Ja, wisselt hij dan weer terug? Ja. Ja, maar dan leer je het niet, hè, als je het niet doet. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat Carnage is voor die kutzooi ook beter. Eigenlijk wel, ja. Ah ja, deze. Die vond ik ook. Ik heb één keer met Pascal samen gedaan, en toen ging wel echt best wel wat. Je moet vooral gewoon rustig aan. Ja, is gewoon echt burst, hè. Dus, de cirkel weer. Mm-hmm. Ik zal hem mee tanken. Er mag er maar één achter de rots, hè? Eén achter elke rots, oké. Okay. Dan. Everyone's got its rots. His rots, but this rots is mine. I'm gonna grab on that. Initiate defense sequence 1. Kijk, zo kennen we de tanks weer. Ja, iedereen stond met steentje, dus ja.
Dan is hij de ready check, dan weet je dat Brokkoli, als je op de goede plaats staat, dan is dat ready check geweest. Ja, dan ben ik klaar. Ik zit in de grond. Come on. I am Titan 6. All other models are inferior. Hij is Titan 6. Karim. Sikkels. Vrek schot, cirkel. Het is ook een huge granaat. Ja, het doet helemaal niks. Stomme granaat. Initiate defense sequence 2. Initiate defense sequence 3. Hoi. Achter je steen. Initiate defense sequence 5. Hij initieert wel een hoop, hè? Mm-hmm. Ah, alles maar naar met. Cirkels. Nieuwsgranaat. Initiate defense sequence 2. Initiate defense sequence 3. Right. Initiate defense sequence 5. Mijn moment voor predation, Doek. Ja. Was nodig. Irritant. Oh, ik had alleen nog maar mijn E-tant over, dus ook wel. Waar zijn ze voor jou? Geen probleem. Ik zit in de grond, dus komen ze naar jou. Dat hoop ik wel, ja. Sikkels. Wow, sorry healers. Niks aan de hand, niks aan de hand. Ik heb toch. Hier is de dikke granaat. Initiate defense sequence 2. Initiate defense sequence 3. Alright. Initiate defense sequence 5. Jij ze? Ze zijn ineens op mij. Nee, ze zitten op mij. Nou, dan ga ik EOI-tant, hè. EOI-tant. Single. Net op tijd. Ik zit in de grond. Blam! Woehoe, ik hartstikke dood. Hij moet hier omhoog, hè? Ja. Ja, zet hem maar recht. Ja, kan ik? Ja. Cirkels. Nou komen de cirkels. Wow! Maar goed, een goede computer gaat nou doen. Ja, maar even een... En een vette heel erop op het juiste moment. Geniet. Ja, dat was ook een medpack. Netjes gedaan. Local authorities have been alerted.
Initiate defense sequence 3. Hide. Hide. Fucking hell, what the hell? Initiate defense sequence 5. Good head. Ja, ik zag jou aankomen lopen, denk ik, ga maar eentje verder. Ja, kijk waar ik zit. Ja, ik zit ook altijd heel ver weg. Irritant, onder de baas. Oh ja, het is ook altijd heel irritant. Ja. Ik zie het, ja. Kom maar niet uit, spaar allemaal hier. Ik zit in de grond trouwens. Ja, dat kan ik niet zien. Het is een beetje druk. Zorg dat ik pas op 20 kom na de huge grenade, jongens. Ja, dan nou moet je stoppen. Ja, of te ver voor inderdaad, moet je hem nou doorduwen. Oh, stop. Nee, shit. Om jou, Patrick. Ik heb hem, ik ben al weg van. Ja, kut. Ja, dat was. Ja. De verkeerde kant op. Ja, dat bedoelde ik dus. Ja, ik moest een kant op. Maakt niet uit. Ja, nou gaan we niet meer. Ja, ja. Nou, probeer maar. Ik zou echt voorzichtig mee zijn met die use grenade. Ja, ik zag ook niet meer dat ik hem had. Ja, stuk maar, want het red je toch niet. Maar 1 DPS. Maar wel, het is Nick. Anders geven Nick de schuld of niet gehaald hebben. Ik voel wel dat hij nu al te veel damage begint te happen. Zolang dat ze Grumbrok liever niet wordt geviseerd, is goed. Het ruikt hier naar aangebrande broccoli. Het gedraai dat je hoort op de achtergrond, dat is mijn afzuigsysteem. Nee, wat doe je nou, joh? Ja, dat is nadeel van die baas. Ja. Dat is ook eigenlijk de enige manier waarop we ooit wipen daar. Het is ons al eerder voor overkomen, namelijk. Mm-hmm. Ja, er zit hetzelfde laken in het pak, hè? Te veel DPS eigenlijk. Of juist op het, ja. Net op dat moment, we, juist net even te weinig. We hadden in het begin onze raidbest moeten poppen, dan hadden we dat niet gehad. En ik had halverwege zoiets van, ja, ik ben vergeten te poppen, maar dan kan ik hem beter bewaren voor die burnface. Ja, ja, precies. Maar waarschijnlijk als je hem in het begin meteen popt, dan je hem in het burnface wel weer terug hebt. En dan poppen we hem, die we hem kunnen goed, poppen. Goed, dus wel 7 minuut 22 de fight. Net. Ja, daarom. Dus we poppen hem de eerste keer en dan ja, de burnface. Gewoon direct als de baas begint en dan in de burnface nog een keer. En dan komen we als het goed is beter uit. Dan komen we net dan voor de huge grenade. Ik zie je, die kan op één been staan. Dan hoort hij wat. Ik denk, gaan we de laatste baas vandaag nog halen of niet? Tuurlijk! Dan laat ik hem bij de wil. Nou, laat ik maar zeggen, ik kan het toch Wil je anders terugspekken naar Annie of wat? Ja. Daar haalde ik de vorige keer 9,5 op. En nu? 7,5. Nou, ik zie je. Hier gaan we. Ja, daarom. Nee, dit waarom zit ik nou in het maaiveld? Waarschijnlijk ben je na mij tonten. Ja, maar jij was een kwijt, dus ik denk jij zit in de grond. Nee, nog niet. Nick die poelt om een of andere reden altijd agro daar aan het begin. Ik zit nog steeds in de grond. Niet meer. Nou, niet meer. Nou heb ik hem. Ja, ik kan alleen niks, dat is kut. Dan heb ik dadelijk die grote granaten. Waarschijnlijk. Ik heb een seconde. Ja, jij mag gaan. Ik heb hem. Hou Patrick geen leven. Ik pop wel een cooldown voor mezelf. Niks aan de hand. Nee, ik had even cooldowns. Ja, nee, daarom. Initiate defense
Hide. Initiate defense sequence 5. Er zitten nog ads op René. Ik kan een range DPS die afschieten van daar. Nee, te ver. Ik heb mijn lightsabers erop gekwakt, maar de rest. Als je snel nou maar meenemen met de rest, dan. Ja, ik kan ze er wel meenemen, ja. You will be destroyed. Doe jij een AOE'tje? Stop. Ik had niks anders namelijk. AOE's op. Ja, AOE tont, Patrick. Ik heb het hond. Nou, gloeiende! The fuck nou weer? Gewoon heel veel damage van die Lots of Missiles. Dan gaan we weer. Ben je aan Lots of Missiles dood gegaan? Niet te nemen, wacht. Cirkels! Nu kunnen we pakken. Oh fuck. Mijn andere cooldown mitigeert het ook. Oké, mooi. Ja, die ene cooldown die negate gewoon alle damage. Ja, ja, maar die was op cooldown. Wegwezen. En dood. Oh, ja, je was er wel weg voor mij. Irritant. Hey, waarom komen ze niet? Kun je zelf in mijn veld? Ja. Oh, fuck this. Nee, die ad zit op mij. En ik ben dood. Totjes lopen. Ah, stuk maar. We hebben geen tank. Weet je wat ik nodig heb? Bier. Bier? Ja, dat niet alleen. Nieuwe content. Ja, maar, weet wel precies wanneer het komt? 11e. 11 april. Ja. 11e toch? Oh, twee weken. Dat paas en Pinkster op één dag vallen. Ja. Ja, dat is maar de vraag of het echt nieuwe content is of je gewoon... Een recycle. Copy-paste. Alle content in een nieuw jasje. Portage van A, de ingang cool, van B en de area van C. Ja. Smakelijk. Beetje tactics van die baas, beetje tactics van die baas. We gooien bij elkaar en we hebben een nieuwe. Ja, dat moeten ze niet te vaak doen, want dan loopt denk ik die hele... Nee, hier staan ook ads, hè. Klantenbasis leeg. Ja, ik heb ze bewust niet gepakt, maar ik weet niet wat de baas doet, dus. Ja, wacht maar even tot iedereen dat er is. Dat valt de baas maar aan, dan komen ze of ze komen zelf of ze verdwijnen. Moeten we niet een halve minuut wachten tot de reetbus mm-hmm. Ik ga toch even respecten, want ik... Pak ik heel even wat nieuws te drinken. Ik weet gewoon dat ik met Carnage moet ik te veel op mijn rotation letten. Dat is ook mede de reden waarom ik telkens dood ga, denk ik. Is goed, Doek, geven we dat de schuld. Ja. Normaal zou ik ook heel veel... heel weinig moeite mee hebben toen ik nog rookte. Ik denk dat ik nu wel even koffie kan drinken. Ik moet nou maar wel wat vreten gaan halen. Ik in dit moment cycle 1, 2, 3 en taf taf taf. Ben je al aangekomen sinds je gestopt bent met roken? Ik ga altijd zo lekker. Of valt het mee? Valt mee. Ik ga even naar de koelkast, ik ben zo terug. Ik ga even goed zeggen, ik kan ook dampen. Daar valt het niet meer hoor. Ik ben makkelijk 15 kilo bijgekomen. 15, jezus. Ik niet aan de graan. Wout zei, wat dacht ik was bij. Ik heb nooit gerookt, dus... Ik heb ook maar nooit gerookt, ik rook nog steeds. Ik vind 15 al fris. Mij zal het iets meer zijn.
was Patrick ook half. Maar... Nee, dat is eten halen. Oh, oké. Okay. Nee, een moment hoor. Ja, nee, rustig aan. Wow, ja, gelukkig joh. Nog 1 milliseconde later en ik had erin gesprongen. Dan ga ik mijn koffie pakken. Dat is het voordeel dat je altijd hebt aan een drankenkast in je kamer, hè? Mm-hmm. Ik heb Jägermeister en ik heb cola. Heel rare combinatie, dat is wel goed mee. Oké, het is cola zero. Dat is nog zachter. Okay. Gewoon pure Jägermeister, dat is het beste. Ja, maar ik moet nog een beetje presteren, hè? Ja, dat bedoel ik. Patrick werkt het best op alcohol. Nee. Ik wou zeggen, bij Patrick gaat het alleen maar beter als hij een paar pilsjes op heeft. Of ja, biertjes eigenlijk. Dat wou je net zeggen. Zolang ik niet over die magische grens heen ga, gaat het alleen maar beter. Te veel. Er zit ergens een optimum. Hè? Mm-hmm. Is ons doekje al zover? Een damperhandel. Even kijken hoor. Bijna, wacht dat. Ja, je weet wat er gebeurt als je het woord uitspreekt, hè? Nou, ja, ik heb het woord rallycheck klaarstaan. Ja, maar jij bent geen lieutenant, dus ik weet niet of jij wel kan rallycheck. Oh ja, dat. Ah, oh, zie wel, René is wat vergeten. Ja! Is hij dat vergeten? Nee, wat René doet dat nooit. Ja, nou dat we het gezegd hebben, nou is hij bezig. Ik ben zo hè. Ik zet er normaal altijd, maar... Hè? Wat gaan we nou doen? Ja, wat krijgen we nou? Ik klik nee, want iemand is... Wie heeft een tabletje nodig? Want het is nieuw. En dat was ik niet. Dat is dan weg. We zijn begonnen rol. Hey bus. Hey, wacht even op mij man. Moet je bij Patrick zijn? Ik zit in de grond. Ja, wordt er een keer ready check, krijgen we een berg commentaar erop. Ja, hey, hoe is het? Titan 6 will accept surrender at any time. Jammer joh, wij surrenderen niet. No surrender. Typ nog liever stuk. Zijn zegels. Wat? Waarom heb ik hem? Waarom kreeg jij de baas? Dat is geen cool aangepropt. Ik had de hele tijd al de baas hoor. Initiate defense sequence 3. Oké, okay, Rock. Hide. Initiate defense sequence 5. Hoe kan je als sniper bijkomen achter de Rock? In cover zitten. Gooi hem maar de neo-hitant op daar. 4 seconden. Komt ie. Ja, dat doe ik wel, wacht maar. Komt ja, maar ik heb niks anders. Op mij. Ja, ik heb het pas. Ik zit in de grond. Dat dacht ik al. Nou niet meer. Cirkels. Sequence 3. Hide. Initiate defense sequence 5.
Oké, okay, nog groter maken. Doe je het hand? Zit in de grond. Initiate defense sequence 2. Ik heb hem. Cirkels. Oops, mag ik er nou zeggen? Nee, ja zeggen. En kreet. En dan gaan we weer. Initiate defense sequence 3. Initiate defense sequence 5. Oh, laggy shit. Het is allemaal op jou nou. Ja. Nee. Je kunt het pakken. Zit allemaal op mij. Onder de baas. Ik heb hem. En cirkels. En knap. Ja, lopen. Ik heb hem. En ik heb hem. Nou, afbeurnen. We hebben ook van die ads af. Hide. Ik zie niks meer. Oh, ik zat net goed. Ik zal meteen omgaan naar de volgende. Nee. Nee. Ja, daar gaan we. Yes. Negeer de arts maar. Semi-stacken, niet stack-stacken. Ja, ik heb die, ik had die arts al opgepakt. Pippers. Oeh, die is groot. Wilt iemand die dingen hebben? Als je hem niet hebt, kun je gewoon nieden. Oké. Okay. Zie je, ik heb nog gewoon een KB op. En die dood gegaan. Wat veel. Ja. Vooral dat. Ja, en er waren minder screw-ups bij de tanks. Ja. Nou, kan ik niet zeggen, maar... Tanks never screw up. We sometimes miss a beat. Nou, zijn we klaar voor het treintje? Dat is zoiets als alternatieve feiten. Want wij zijn macho. Wij kunnen schijten op. Moet je ze weten.
Ga je nou met die rat heen? Ik heb hem gepet. Wie wil naar boven, Roy of Roel? Ik ga wel weer naar boven. Alle range naar boven. Ja. Mm. Zie, ik heb de rat getamed. Supreme niet, denk ik. Wat? Die blijft beneden. Die blijft beneden. Nou, rechts naar boven. Moet ik nou alleen beneden blijven? Rechts blijft beneden. Ja, maar jij doet damage voor twee, dus... rechts ook beneden, linkerboven, linker ook naar boven. Hè? Nee, deze pest jou de hele tijd om die firebug naar jou toe te sturen. Ja, dat ligt eraan. De ene keer gaat heel goed, en de andere keer dan... Ja, dat is gewoon random. Zie je me zo graag? We zijn vertrokken. Ja, want dan heb ik de kans om aggro op te bouwen, anders beginnen jullie alweer te harken. Ik heb de kans om aggro op te bouwen. Point taken. Niet dat ze dat, ik geloof niet dat ze dat zouden doen. Ja. Links op Patrick, behalve René. Niet daar René, niet daar. Daar gaat het staan. Kijk, anders moet jij er mee naar boven. I've trained hundreds of these things. Thrash is my best. Kan ik nog naar boven, of niet? Ja, dadelijk. De volgende run. Kan je dat overleven? Nee, dus. Nee, ik had al een cooldown gebruikt, maar... Waar zit je nou weer in dan? Ik sta hier ook nog in DPS. Ja, ik wou zeggen, we missen nog een DPS. Nick, waar ben jij, jongen? Ik ben misschien niet meer naar boven gegaan. Ik stond er nog thans, maar ze kikte me niet omhoog. Been working on it a while. Zo zeg ik een stuk, man. Ja, of ik ga omhoog en ik rest hier voor. Maar, waar de komt bij mij staan dan, dan gaat hij omhoog gekikt nou. Ik kan van beneden schieten, zie ik, Roel. Ah. Is dat altijd al zo geweest, of? Start al overeind. Op naar dat. Jij bent boven René, hè? Ja. Is iedereen nou boven die boven moet zijn, of Doek? Nee. Wie nou en niet? Nick nog steeds niet. Dan moet Nick zo meteen achter mij komen staan. Oh, krap. Oef. Onder de baas. Nou, nee, dat niet. Lijkt. Nu achter me staan, Nick. Ik ga vast die volgende packpage halen. Ja, want die staan op mij. Ja, daarom. Thrasher will rip you apart. Hey. God, man, de kanonnen, zeg. Ja. Ja. Die shit doet pijn. Yep. Ja, de villains. Goed nu.
te veel heads en dan wordt hij boos. Want heeft hij alleen maar meer backup? Wat is dat nou voor doms? Ja. Waarom wordt hij daar nou boos van? Die snap ik. Hij vindt zichzelf gewoon zo badass dat hij... Ja, dat moet eigenlijk in die eerste slag moet dat goed gaan, of... Ja, René kon er niks in doen. Of de andere tank moet in positie gaan staan en dan vlak ervoor overtonden. Maar die tweede slag die duurde te lang. Want toen moesten we de Roy nog wegzetten. Ja, toen was Nick nog steeds niet boven. Ja, want die AOE's die hij doet op het moment dat ik boven ben, ja, die zijn hard. Mm-hmm. Ja, die... Ja, ja, ik was boven. Op de tank doet hij heel veel single target damage en ja, die AOE schiet, die kan je dan eigenlijk niet bij gebruiken. Hij schiet zolang knallen. De tank met aggro boven staat, geeft hij die AOE damage. Ja, ja. Maar dat, nou, dat kun je toch niet niks tegen doen. Ja, dat vraag ik me af. Nee, want ik ben ook al een paar keer toen hij in de muur stond naar boven gekikt. Zo ja, nee, dat bedoel ik naar beneden, maar dat zeg maar... Dat jij hem als eerste oppakt, zodra jij naar boven gekikt wordt, dat ik hem overtand. Oh ja, dat kan. Dat lijkt me best wel een voor de hand liggende optie. Dat verkort die tijd voor die AOE damage. Ja, de eerste keer. Gewoon op de healers. Ja, die eerste is over het algemeen ook het zwaarste. Dus, Dan doen we het zo. Oké, gaan we. Joris, als ik hem weer krijg, ga jij mee naar boven, oké? Mm-hmm. Go. Ja. Jongens, laat hem even. DPS kan klaarstaan. Waarom heb ik hem nou? Ik heb niks aangeraakt. En vind jou nog niet lief van net? Hij vindt jou tof. Nick, Firebird. Ja, achter hem. Oh, dat is wel een rot plek, Nick. We zijn er nu zo'n boom. We vliegen. Ik heb hem. Hij moest wel, ja, want hij moest mee omhoog. Uh-huh. Oh, die AOE, ik heb hem nou goed. Ed zijn er, jongens. Brokkoli. Ga ik ook nog mee naar boven? Graag wel. Wat moet? Even iets terugtrekken dan. Kom ik achter iets staan. Oh, shit. Ja, dan moet ik hem echt gaan draaien. Dat is kut. Ja, zet hem maar even ergens anders neer of zo. Ja, ik draai hem wel terug. Ja, hier, bij mij staan, bij mij staan. En door, jongens. Doorroepelen, ja. Dat is te ver weg, denk ik, maar probeer het. I've trained hundreds of these things. Nee, langs. Ja. Wacht maar. Ik ga van de boom. Kun je even. Oh, nou maar, shit. Zal. Ja, dat is... Hij registreert ook pas heel laat dat er een andere tank is, hè? Mm-hmm. En ik kwam al meteen naar beneden. Stuk macht. Ja, hij maakt die 3 seconden cast af en die blijft hij herhalen. Ja. Ik heb een idee. Ik kon je We nemen alle ranges mee. En als er eentje firebug heeft, zet hij hem gewoon ergens netjes aan de kant. Dat is sowieso een slim idee. Ja, maar dat in principe alle range omhoog gaat, maar ja, die moet ja, maar die gewoon laag. Degene die de firebug krijgt, die blijft dan gewoon beneden en die legt hem gewoon netjes aan de kant. Dat als ze ermee moet gaan manoeuvreren en alles. Als dat mislukt en er is maar één DPS erboven, spring ik wel naar boven. Ik kan naar boven springen, dus. Ja, wil dat op afstand? Ja, hij was boven. Je kunt ook, ja, dat lukte net, maar je kunt ook gewoon iemand poelen, René? Oh nee, dat gaat ik bijna niet meer die rand. Jij stond onder me, maar ik kreeg er niet omhoog. Nee, ja. Je stond vlak onder mij. Maar ik kon net ook schieten op die ads, hoe komt dat? Ja, dat kun je altijd. Je kunt de ads gewoon raken van beneden, hoor. Waarom schieten we het dan niet naar beneden af? Omdat het altijd lastig is om ze vanaf beneden af te schieten. Ja. Omdat je altijd precies op de juiste plek moet staan, anders kun je ze niet raken. En dat kost een hartmoed te veel tijd. Juist. Ja. Zelfde manier.
Dus in principe alle drie de range DPS naar boven, behalve degene die de fireback krijgt. Ja. Dat wil dus zeggen. Ik ga gewoon meteen achter de tank staan. Rocket, dus dat geldt ook voor jou, hè? Hebben jullie nou al aangevallen? Jij moet ook weer naar boven. Ja. Ik loop naar buiten. Oh. Stuk. My bad. Zullen we dan stukken? Ja, stuk maar. Nou ja, dan rijdt die fireback ook op mij. Working on it a while. Maar dat is zo te vroeg begonnen, man. Ja, Doek was er niet binnen, schijnbaar. Ik zag Doek helemaal niet eens op de minimap. Ik zag alleen maar mensen binnen. Dat is maar een klein vrouwtje en die zie je snel over het hoofd. Ah, oh, nee, ik kap ons mee. Ik ken het Jesus Command. We moeten stoppen met stukken, ja, dat is de boodschap. Nou ja, dat loopt niet echt vlot vandaag, nee. Dat, Als jij meteen met de boven was gegaan de eerste keer... Hadden we die hoeten stukje. Nou, waren we nu bij de volgende baas geweest. Nou, dat kan ik ook weer niet zeggen. Ja? Nee, jawel, waren we nu bij de volgende baas geweest. Oh, oké, okay. Ja, dan waren we nu bij de volgende dan baas Dan had ik geweest. Waarschijnlijk nou voor de tweede keer mijn raidbuff gepopt. Zo. Ja. Ja. Dat zijn we lekker optimistisch allemaal. Ja, dat moet wel, want vandaag voor je mee. Ja, zo zie je maar, dat is hard mode. Als de ene fout maakt, is het afgelopen. Ja, maar dat is toch ook het fijne dan, weet je. Ja, dat, dat maakt is hetgene wat het leuk maakt. Ik heb hier plezier in. Ja, ja, als ik uitgeslapen ben, zou ik hier ook plezier in hebben. Ja, normaal hadden we een sniper die daar de schuld op kreeg, maar ja. Die hebben we al jaren meer. Is er nodig mee te stoppen. Ja, tijdens de wachten tot iedereen in range is. En deze sniper is goed, dus. Oké. Okay. Dat hebben we allemaal gehoord. Waar sta je op Star Pass? Nergens. Ik heb Star Pass, maar ik heb hem al een hele tijd niet meer gebruikt. Doek, ben je er? Ja. Oké, okay, dat ben ik. De rest ook trouwens. Ja, de rest was er. Ja, dat is een mooi plekje wat ik dan nou heb. Oké. Okay. DPS die naar boven moeten, gaan er alvast achter staan. Hallo voor degene met de buk. Nick, met die buk weg. Nou, staan. Dus dan blijf jij beneden, Nick. Over the ice thrash. It is the best. Kijk, ik heb hem nou. Dat is beter. Doeg. Hey, what the fuck? Jumper crane. You like this trick? Helemaal aan de andere kant. Andere kant inderdaad. Dank je, Doek. Zo ziet het werken, maar. Het werkt. Ik heb de knop toch, dus. Ik kan het net zo goed proberen. Doek, jij weer. You like this trick? Zelfde plaats is net. Girl. Dat ding nog dood. Ah, serieus jongen, scheiding. Ja, maar het is gegarandeerd niet degene die het dichtst erbij staat, of het verste weg staat, want zowel ik en Nick staan allebei verder weg. Even niet gewoon met tred maken. Nee, maar dan zou ik hem de vorige keren ook niet... Helemaal aan de overkant. Overkant. En dan zou ik hem als healer nooit moeten krijgen. Niet zolang er DPS op staat te schieten. Daar zit ook weer wat in.
Never liked people anyway. No trust, no loyalty. Ik schiet niet. Slaan, schieten. Steek een paar lightsabers constant in zijn hol. Maar... Ja, ja, was heb je dat hol nog niet uitgewerkt? Met een stok in je race staat te voeren. Misschien vindt het wel lekker. Klaar, blijkbaar niet. You like this trick? Hey! Come on! Stuitel je nou van de muur af of? Ricochet. Pontje. Ik zie het. Waar is hij? Waar dag? Onder de Maas. Ik probeer altijd zo lang mogelijk te wachten, want anders dan. Ja, ik ook, maar dat deed ik net ook en er ging dwars door hem heen. Dat was niet zo verstandig. Hetzelfde plaats als net, jongens. Ik moet uit healing range om hem weg te leggen, dus. Pressure will rip you apart. Ja, op dit moment wordt de enige die gefileerd wordt, dat is Thresher zelf, maar... Nick. Nou, alle jongens. Ja, ja, dat is toch zo. I kill you. Infidel. Silence. I kill you. Hey, Maynard. Oeh. Ja, dat is een 230, toch? 236. Hoe dat ga ik meenieden? Daar ga ik ook niet in, denk ik. Ja. Bah, weer chukken. Bah. Maar die heeft hem ook nodig, dus. Ja. Ja. Ik heb hem. Grazie. En dan moet je 242 van maken, jongen. Ja, man. Bam, jongen. Oh, je zou hem even wachten. Moskantje. Het houdt dus in dat ik deze week veel op PvP ben. Hoeveel tokens heb je? Op deze voice ben ik niet zoveel, even kijken. 69. Oh, dan kom je nog even sparen. Nog 201 tekort. Ja. Met ranked gaat dat sneller. Ik gaat sowieso net snel duurst. Tegenwoordig. Ja, jij bent net jij bent zo hardcore dat je, dat je gewoon ranked doet. Ik doe af en toe rankje. Pak jij die dekzak, Patrick? Hey, wat deze? Heb je een probleem met mij? Maar ik verlies er meer dan dat ik win, hoor. Net zoals de gewone PvP. Oh, het is meer een deelnameactie. Yep. Nee, het is, brengt wel wat spanning met zich mee. Gisteren hadden we toch een mooi potje, Roel. PvP, ja. Ja. Ja, gewoon. Man. Ik vind, je moet... Wil je met meerdere doen, moet je een groep hebben met ranked. Moet hem afgeslacht te worden. Ja, dan moet je meteen met z'n vieren zijn. En groep ranked is nog wel wat moeilijker volgens mij zelfs. Ja, dat zijn alleen maar guild partijtjes. Allemaal mensen die op TS zitten. Niet iets waar ik heel veel trek in heb, zeg maar. Nope. Nee. Dat is heel sterk van mijn hart. Dan kan je beter solo ranked gaan doen. Dat is tenminste nog enigszins... Ik vind het leuk om samen te PvP met zo'n viergroep, maar niet op hard. Nee. Ranked vind ik niks aan. Nee, omdat ranked gewoon veel te moeilijk is met z'n vieren. Met tech. We hebben ze in die vier toch ook al een paar keer flink
doorheen getrokken. Maar als je maar weet, als je maar afspreekt van tevoren wat er gebeurt, komt het over het algemeen goed. Als ik met guildies mee ben, dan win ik die 4 tegen 4 meestal. En gewoon PvP is ook leuk. Of niet René, als je twee pocket Mara's hebt. Ja, dat was mooi. Die gast die zit dood. Wat gebeurt hier? Even later weer dood. Die redt wel alleen voorbij, man. Wat is dood? Ja, maar er is niks lekkerder als hier dan een eigen DPS bij te hebben. Ja, kun je nagaan als je er twee hebt. Cashbonus ding of niet? Nee. Dat doen we meestal niet op afnood. Oké, dat is ervan. Geen probleem. Vraag je. Maar ik heb met Doek toch ook eens een keer een gehad. Die stond op Doek te hakken en ik sta er gewoon naast Doek te healen. En die deed niks. Ik bleef op Doek zitten. Ja. Oh ja, daar heb ik ook vaak zat toch. Dat zijn diezelfde gasten als je reflect gewoon keer door blijft. Ja. Ja, dat is een en dan deel en dat op hun eigen healen beginnen te vloeken dat hij ze niet hield. Ik heb vorige week best wel een aantal keren op mijn merk gezeten. Bah! En zo weet je elke keer dat ik mijn reflect deed, zoeken dan mensen gewoon door hoor. Ja, dat is nadeel van een sun reflect. Is een beetje zichtbaar. Ja, die van de merk ook hoor. Van de merk zie je ook best. Kijk gewoon een oranje bubbel om je heen. Ja, oké. Trust me, ik weet precies hoe die eruit ziet. Ja, maar een oranje bubbel of een hele grote paarse cirkel. Paarse cirkel, dat is ook een klein. Ja, maar je weet gewoon dat als je een merk een bubbel trekt, maakt niet uit wat voor kleur. Ja, dat is gewoon stoppen, klaar, het heeft geen zin. Nou, dan die blauwe kan je nog wel doorheen. Nou ja, als je die blauwe, maar dan help je hem eigenlijk alleen maar. Maar je moet behoorlijk slecht zien, dan wilde die van de Sin niet zien, hè? Want die is, dat is echt gewoon een gigantische vlek, hè? Daar staat iedereen in, hè? Als ik met mijn Carnage, als ik op Carnage ben met mijn Mara, dan blijf ik bij die gewone schild, blijf ik gewoon doorhakken. Als je het doorheen haalt, dan moet je dat zeker doen. Ja, want de helft die jij terugkrijgt is niet zoveel als de helft die ik eraf haal. Ik heb ook nog die ability aanstaan, hè? Dus dat bij elke tik krijg ik 5k heal. En hij doet er nog 5. Die krijg je pas als hij wegvalt, hè? Ja. Ja. Die krijg je pas op het eind. En als ik je daarvoor dood heb, ja, dat is niks leuker. Als je dat lukt, moet je dat zeker doen. Ja. Ja, in ranked heb je mensen die hem wegklikken, hè, die buff. Ja. Die buff wegklikken om de heal te krijgen. Ja, dan heal je voor de tik die je hebt. Maar 5% is best veel, hè? 5% is heel veel, 5% is veel te veel. Mm-hmm. Dus als daar 4, 5 tikken op zitten, dan is dat al best een dikke heal. Dan is het gewoon 30k heal. Ja. Ik geloof dat het maximaal zo'n 75 is, toch? Ja, 75. Ja, dat is eigenlijk ridiculous, maar ja. Als DPS'er weet je dat ook en moet je gewoon, als je daar niet doorheen kan slaan, dan moet je dat gewoon niet doorslaan. Dan moet je met een headset aan de stroom hangen. Ja. Of ja, ik moet sowieso even mijn abilities voor. Nee, precies. Ja, mijn area die telt eigenlijk ook nog. Want mijn sweeping slash, zeg maar, die heeft zo'n extra slag van mijn carnage buff, zeg maar. En die telt niet als area. Moeten we het scherm zetten of weet iedereen nog welke kleur dat? Volgens mij wordt hij al omgezet. Ik zie van alles bewegen, dus het zal wel. Van boven naar onder is rood, groen, geel, blauw. Ja, dus Polven is gewoon de eerste. Broccoli, jij gaat hier met de Omnibus mee, oké? Okay? Hier meteen rechts toe komt. Dus vraag me niet welke kleur ik moet indrukken. Hier direct naar rechts, de eerste is van jou. Ja. Check. Dat is het rode team. Gewoon achter. Echt die rode zit aan. Ja, ik heb een target op mijn hoofd staan. Oh nee, ik heb een target op iemand anders hoofd. Doe hem bij. Ja, dan krijg jij het tank ding. Ja, ik heb het schild op. Oké. Achter het schildje aan. Ja, kennen we. In de poep. Iemand zei iets. Zwijg eens toestemmen. I fucking hate this shit. Control teams, this is ops.
got your assignments. We're here to show the. Dat is niet waar. Ik vind het eigenlijk stiekem heel erg leuk. Het lukt er op als je er doorheen bent. Juist. Ja. Heb je het gevoel dat je in ieder geval wat gedaan hebt? Precies, er komt weer een vleugje trots naar boven. Toch dat gouden team weer een kopje kleiner heb kunnen maken. Precies. It would suck if it wouldn't work. Yeah. Nou, de laatste keer ging het bij blauw, dus het blauw verkeerd. Kan ik me niks van herinneren. Ik doe niet. Twee keer, Roy. Ik kan me ook helemaal niks van herinneren, want ik was meteen dood. Rood is clear. We zijn er nog niet eens. Nee. Lol, Nick, wat schiet jij mee, man? Dat poek poek, dat ding valt op. Met de raketten, jongen! Ja, nee, echt. Ik zit te kijken en... Wacht even, ik pak hier even een hieltje, want... Oké, okay, ik interrupt, ik choke en ik interrupt nog een keer, daarna ben jij aan de beurt. Yes, ga maar. Ja, chanceur. Best wachten dus. Hier staan we staan, hè. Jij bent de broer weer volgende. Kan het hier geen kwaad, Nick? Stunt voor mij weer? Ja, doe maar. Ja, kom maar. Wacht tot hij eruit evacueert. Shit, hij pushte me weg. Ik zit ergens door in. Nou, die heatbeam maar interrupt. Maar die doet hem niet zo vaak. Maar laat maar, kan ik wel doen. En geel is clear. Blauw ook. Ging nog maar net goed trouwens. Kom maar even kijken. Backup. Ja, we hebben stealth. Ik had het in broccoli. Oh. Ik had hem. Ja, we kunnen mounten. Als je kunt mounten, jongens. En dan maakt het ook niet uit als iedereen gemount is of je wat poelt. Gewoon doorlopen. Ja, nou ben ik niet meer. Ben ik nog niet gemount dus. Nee. Oh. Ja, hey. Ik heb wel predation. Predation! Maar je hebt nog 3 minuten al wachten komen, dus... Oh, dan ga ik nog even een rondje maken. Rondje even uitvoelen. Kun je de bonusbaas te pakken? Ja, de money boss. Kun je meteen de opsframer rustig terug goed zetten. Die zit hier ook in, hè? Money boss. Kijk naar 1, 2, go. The operation center is under attack. Need reinforcements now. Reflect in your face. You stunt me in my face. Oops. What? Have you had the best heart? Ja, dat vroeg ik toch niet zo. Dat heeft veranderd tegen hier. Dan moet je even aan Nick vragen, die weet er alles van. die werkt hetzelfde als jouw explosive probe. Ik zal wel even kijken, waar lig jij daar? Wachten dat die probes geweest zijn. Mens. Ja. Die rotdingen. Oh. Maar wachten dat deze voorbij zijn. Nou, zo ben ik weer dood. Plus dan haalt hij me toch uit mijn res. Kill die laatste turret even. Zou ik accepten? Clint. Ik was net op tijd met mijn heal. Echt wel. Is toen wel mijn stem boost gekost, dus Ik
Jongen, jongen, irritante rukkers. Clans. Blijf leuk, clans door de stelte. Een beetje bekend hoe de 5.2 uit gaat zien. Lelijk. Of hebben ze nog niks uitgegeven? Ah, oh god. Er komt een nieuwe daily area. Ja, we krijgen dus een Oricon 2. Hey, dus die headpiece is ook 236? Ja. 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 Alles wat hier aan unassembled valt is 236. Ik mag niet meer mee. Ik heb al 242 headpiece, dus... 236. Ik 240, maar ik zal greeden. Yay, helm! Yay! Daar heb ik toch iets mee gewonnen? Nou, eens kijken of we moeten resetten. Nou, als tegenwoordig is dat ook nog vrij bijzonder hoor, dat je wat wint. Want wat is? Die drops zijn niet gegarandeerd. Dus deze drops zijn niet gegarandeerd, alleen op de laatste baas. En die knieren we nooit. Nee. Moet je doen zijn. Dus nu dat kan nog het gewoon al, ja, alle blauwe. Dan heb je alleen op de laatste rij de drie. Ik kan hem ook een keer resetten. Waarom? Nee, we kunnen dat makkelijk aan. Patrick en ik pop allebei reflect. Dan wens ik ze veel plezier, die twee turret dudes. Ja, maar je moet kijken dat je een beetje debuffs krijgt bij elkaar. Je krijgt die debuffs, hè? Ja, maar dat is toch alleen op de target? Je mag geen twee assault droids op één rij hebben, je mag geen twee frontline droids. Als ze geen damage doen, dan... Je mag ook niet een frontline en een assault droid op één rij. Ja, maar als ze geen damage doen, krijgen we ook geen damage. Ja, maar je krijgt die frontline droids niet snel genoeg neer dat ze geen damage doen. Eentje toch wel, voordat reflect afgelopen is. Dat weet ik niet. In de tweede rij dan? De tweede rij moet eigenlijk één oranje weg en de rest blauw. Ga er ze allemaal uit, ik reset dat ding en dan zien we wel. Ja, dat kan ook. Ja, la, la. Even eruit lopen op de lore, Broccoli. Ja. Gewoon bij de rest van de groep komen staan. Gezellig. Ja, we hebben nou de dingen. Nou, dat is de laatste baas die we waarschijnlijk doen, aangezien het bijna 10 uur is. Dus gaan we daarna lekker Mass Effect spelen. So many options. No more trip mines. Ja, nou kunnen we alles blauw. Alles blauw, ja. Zeker weten? Ja. En als er eentje in iemand niet kan klikken, dan laat je op de derde rij één blauw staan. Ja, maar je moet wachten tot die lijst eromheen een anders kleur. Ja. Die weer blauw kleur, het anders kan. Wachten tot die weer blauw is, ja. Wat bedoel je? Je moet tikken. Je moet wel iedereen klikken. Moet klikken. Iedereen moet één keer klikken. Dat ding is, I'm colorblind. De twee healers? Ja, maar eerst. De eerste, vanaf onder gekeken, alle rijen kun je gewoon links of rechts klikken. Behalve de bovenste rij. Laat maar links of rechts op een van die andere rijen dan niet staan voor Broccoli. Dat was toch. Als ze nou die rechts onder laten staan voor hem. Roel en Nick.
Nick. Oh, dat lijkt. Kijk hoe. Laten we gewoon rechtsonder laten we voor broccoli staan. Ja. Check. Met broccoli dan ook maar eerst klikken, want ik kan dan ook die kleur van die ram niet zien. Ja. Twee tanks. Twee tanks. Ah, daar ben ik zelfs. Ja, dus ga je alvast bij de kant op elkaar staan. Ik ben er zijn, ik kan er vast dadelijk bij gaan staan als Patrick geklikt heeft. Ja, dat werkt dus aan de linkerkant zeker. Als ik geklikt rechts, heb. Rechtsonder. Oh ja, als Patrick. Ja, rechtsonder. Ja. Ik ga maar verstaan hoor, want het kan zo. Wat ben je echt aan het leggen? Ja, ik zie hier geen muur aan rennen. Hier komt het staan, hier komt het staan. Hier zo, daar niet, ja, daar niet. Klik het. Hier, hier deze console. Rechts onder klikken. Hier in het midden. Klik het, klik het, klik het. Rechts onder, ja. Gewoon een paar moet ik dood, hè, jongens. Ja, kijk het ook. Yes. Like rats in a trap. En dan door de lift. En snel voor de vergifting. Ik was even bang dat je hem zou resetten, broccoli. Ja. Daar is die knop voor namelijk. Nou, eerst de rechter. Nee, ik vind ze niet mooi. Ik klap ze maar af. Nou, eerst de linker. Kill the little dude first. See, did that hurt? It should have. Moet je dadelijk bij de laatste rij doe ik maar aan de linkerkant van die soldooi blijven. Aan de linkerkant, oké. Okay. Ja, want ik heb daar die rechts die andere irritante vent nog staan. Misschien hoor, de... Ja, artillery droid. Ja, bij de laatste... Ja, bij de laatste rij. Dan zorg ik dat ik rechts blijf, dan zit je niet met die, die bubbeltjes. Bij de volgende rij de linker en de rechter tegelijk. I see what you did there. Nee, ik neem gewoon de middelste. Omdat jij bent. Ja, die moet ook nog tegelijk neer zelfs. Alles tegelijk, nu. Alles tegelijk hier op deze rij. Wat denk jij, Roy? Ik ga kijken of ik al wat strat op kan bouwen. Nee, dat gaat niet, helaas. Hij is gewoon een zoek of er toch niet ergens een gaatje in de band zit waar hij door kan. Hè? Ik, hij zou het ook doen, ook, hè? Ik denk dat het gaatje dan al lang gevonden deze was. Links even bezighouden? Ja, doe maar. Dan was hij al lang bezig geweest, nou. Als er een gaatje is, dan zou dat hier moeten zijn. Ja, je bent toch wat te groot, dat gaatje pas jij nooit doorheen. Nee, ik kom een stuk. Dat would be funny. Misschien houdt hij wel van kleine gaatjes. Ja, die is een old man tell. You like? Inkei.
Did that hurt? It should have. Baby's an odd man tell. You like? Ik ben niet gewend dat we een engineering sniper bij ons hebben. Nee, ik ook niet. Ik ben de hele tijd aan het kijken om uit dat vuur te lopen. Ja, ik denk, kan ik er nou wel bij? Hey, the fire doesn't hurt me. Ja, ze hebben die cirkel ook groter gemaakt, zoals jij vindt. Ja, hij is 8 meter geworden. I'm not even sure what this does. Let's find out. Hij was altijd 5. Ja, hetzelfde als die Ewi heel van hem. Die is ook naar achteren. Die was ook. En weg is je weg, loser. Ja, daarom, ik denk, sla hem vast een keer, dan is je weg. Zij is de baas van de hele ops. Jop. Nou, dan maak het maar gauw af, dan zijn we er vandaan. Niet echt wachten met stunnen totdat hij die cirkel laat geflikkerd heeft. Zo, dat is toch jouw werk om die te stunnen? Ja. Trouwens, een engineering sniper is echt niet slecht hoor. Dat hoor je ons ook niet zeggen. We moeten alleen wennen eraan. Wij zijn het alleen niet gewend om er een bij te hebben. En ik denk dat... You better get used to it. Nee, wil je dat niet meer doen. Sorry. We hebben wel een sniper gehad die... Die kon alleen maar maximum. Die dat wel eens deed, alleen... En dan ook zei van, ja, dan ga ik blijven spelen. En dan 2 baas later was hij ongespeeld. Zat hij weer in de maximum, ja. Oh nee, Snipe is een van mijn lievelings characters. Dat is niks voor mij. Nee, voor mij ook niet. Is te statisch. Ben graag statisch. Mee, als je goed mee kunt spelen, valt het best mee. En zeker met de engineering, die is nog best mobiel. Ja, maar ook de marksman kan best mobiel zijn. Alleen je moment kiezen. Nou, dat was er eentje die behoorlijk overal in liet staan. Dat deed hij opzettelijk. Dat deed hij expres. Dat was gewoon luiheid. Nee, omdat hij een film zat te kijken, of weet ik veel. Om een statement te maken. Nee, het was niet voor niks eerst het gezegd, het is geen ops als Robert niet dood geweest is, hè? Dat klopt. Dat ik een helm op had, zag je me van achterover vallen? Nee. Hey. Weer op die kop. Ja, weer een pas, hectic erbij. Ik wou zeggen, pas maar op als er geen stoepratje ligt. Hè? Tuinrandje. Tuinrandje, stoepratje. Zelfde. Mara Hiels. Nou, dat is hier bijna voldoende hoor. Dit is niet zo healing intensief. Zou ik voor de grap moeten proberen, gewoon 4 Mara's meenemen. Ja, 4 Animara's meenemen. Dus wacht, mogen we Stephens rollen of niet? Ik mag niet meer rollen. Nee, ik ook niet meer. Oké. Dus 1 token per run in principe, tenzij niemand meer hoeft, maar dan wordt dat wel bekendgemaakt. Ja, maar dan wordt het sowieso een great roll. Ja. Dus je mag wel gewoon creeden. Oké. Maar als je hem dan wint, ja, dan heb je geluk. Zo wel.
Hey, what the fuck? Doesn't matter. So plenty of stuff to the others. En toen was hij dood. Wat de hel, die is ook alweer. De stem afgeropen. Nee, maar hij, het lijkt wel alsof hij gewoon van tevoren terugkomt, zeg maar. Dat hij er niet helemaal komt. Dus je PC te snel. Die dingen voordat ze er zijn. Mijn character mist er zwaarder gewoon, die haalt ze gewoon niet eerder terug. Maak een volledige 30 meter niet af. Gaan we de volgende baas doen? Loopt een beetje de kantjes eraf. Ik denk alleen een beetje trash. Als het 5 over 10 is. Nou, dan hoef je de trash ook niet doen eigenlijk. Nee, als je de baas niet gaat doen, dan doe je de trash ook niet. Die trash moet je sowieso weer doen. Dat klopt. Donderdag. Yep. Yep. Ja toch. Wat is dit, donderdag? Ja, dan gaan we donderdag verder. Sava. Of nee. Dat is nu exit area. Guildship. Of gewoon naar de guildship. Nou, ga ik ook meteen offline. Dan heb ik nog even tijd om degene terug te bellen die mij al 3 keer gebeld heeft. Nou, dat zal wat dringend zijn. Ja. Ja. Ik ben ook offline, want het is kwaad over 10:30 komt ze thuis. Dus, Best excuus. Ja, dan moet je wel wegwezen, want straks knip ze de kabel dan door. Nou, ze is daar wel heel duidelijk. Je waterde boven in de roosters. Hey, tot donderdag. Hey, tot donderdag, mensen, wel rusten. Duik weer Mass Effect in, mensen, fijne avond. Hey, Roy, hoe vind je het? Patrick disconnected from your channel Cantina from the server. Is het moeite waard om aan te schaffen? Ik vind het wel, als je 1, 2, 3 goed vond, vind je 4 ook goed. Oké, ik weet voldoende. Het is wat uitgebreider, het verhaal zelf zit een aantal plot twists in. Hey. Direct zeker maar dat het gaat gebeuren, of is het echt wel iets wat je... Nee, out of blue in één keer. Oké, mooi. Interessant. En de multiplayer is gewoon geweldig. Nou ja, ik nu nog niet, maar de komende weken zal ik het proberen. Ik heb hem wel staan, maar ik heb hem nog niet gestart. En logisch. Mm-hmm. Hier, rusten. Rusten. Hey, ik ben ook weg. Hey, wel rusten allemaal. Duke Flash Ruby disconnected from your channel. Bytes disconnected from your channel. Cantina from the server. Zo, Mass Effect tijd, jongens. Ik heb zojuist mijn laatste piece, wat ik nog 2:30 had, naar 2:40 gezet. Oeh, netjes. Nee, ik begin langzaam van 2:30 naar 2:36 te kruipen. Ik ben al lang een breed 300. Wat kan ik doen? Supply section, the fleet for an equipable piece of gear. 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 You switched to channel chill room on the server. Nou, ben ik benieuwd of de mannen vanavond komen, ja of nee? Pa-pa-pa-paam. Nick disconnected from the server. Ik zal meteen even de stream opnieuw starten. Denk ik. Even kijken, heeft hij hem geknipt? Nee, heeft hem niet geknipt. Dan gaan we dat even.